Nieuwe schoolspullen kunnen het schooljaar toch een stukje leuker maken. Vandaar dat ik in deze video mijn nieuwe schoolspullen aan jullie ga laten zien. Dus mocht je benieuwd zijn, kijk dan vooral verder. Ik ben in verschillende winkels geweest, maar uiteindelijk heb ik het meeste bij de HEMA en een klein beetje bij Action gekocht. Als allereerst hebben wij hier opbergbakken. Ik heb er 3 gekocht, want ik ben van plan om het te gaan opstapelen. Je kan ervoor kiezen om dit op je bureau te plaatsen of in een kast. Ik ga even kijken wat voor mij het meest praktisch is. Want ik hou er niet van als mijn bureau heel erg vol is. Dus het kan ook zo zijn dat ik dit in een kast ga opbergen waar ik dan papiertjes in ga bewaren. En ik heb bewust voor de transparante gekozen omdat dat deels ook wel clean oogt. En eigenlijk is dit het tweede item wat ik bij Action heb gekocht. Voor de rest was ik niet zo'n grote fan van de schoolspullen die ik daar zag. Soms hebben ze wel leuke printjes, maar nu dacht ik van nee, dit is niet wat ik leuk vind. Wat ik daar wel heb gekocht is deze Weekly Planner. En dit is een memo board. Er komt ook een stift bij die magnetisch is. Dus dat is fijn. En nog een plek voor eventuele notities. En niet te vergeten magneetjes. Ik vind dit prachtig. Hartstikke handig. Dan heb ik een tas vol. Oh, ik ben zo erg losgegaan. Als ik iemand dingen zie waarvan ik denk van oh, dit is zo cute, dan wil ik het ook echt hebben. En de HEMA. Applausje voor de HEMA. Zij hebben altijd leuke schoolspullen. Ik word er zo ontzettend blij van. En ze hebben voor iedereen wel iets. Want ze hebben zoveel printjes. Ik word er blij van. We hebben hier een mapje, een documentenfolder. En dit komt altijd van pas. Ik weet natuurlijk niet hoe ik aankomend schooljaar zal ervaren. Grotendeels van mijn lessen zullen online zijn. Net als afgelopen periode. Maar ik denk dat ik nog steeds wel iets van papieren of notities moet bewaren. Dus vandaar een documentenfolder. En sowieso, weet je, ik heb wel spullen thuis liggen van afgelopen schooljaar. En ik heb niet zoveel nodig, maar het motiveert me wel om nieuwe spullen aan te schaffen. Want als ik nieuwe spullen heb, heb ik ook gewoon meer zin om aan school te gaan. Ja, je moet ergens je motivatie vandaan halen. Dan hebben we dit rekje. Dit is officieel een tijdschriftencassette. Dat staat erop. Maar hier kan je boekjes in doen, tijdschriften, noem het maar op. En dit is leuk voor op je bureau, want ik ben namelijk van plan om binnenkort mijn bureau een mini makeover te geven. Ik vind het helemaal top. Ik vind mijn bureau heel erg leuk. Maar ik wil het denk ik meer schoolproof gaan maken. Omdat ik heb gemerkt dat ik ja, ook met online lessen zo vaak aan mijn bureau zit. En het is een prima werkplek, maar het mag best wel een upgrade gebruiken. Dan heb ik een etui. Ik heb dubbel gevoelens over transparante etuis en toilettasjes. Aan de ene kant vind ik het heel handig, want je kan vanaf de buitenkant zien wat erin zit. Maar aan de andere kant kan het ook heel erg rommelig ogen. Maar dit past wel een beetje in het thema wat ik heb gekocht. Dan heb ik me wel... Nee, ik heb me niet ingehouden met schriften. Ik dacht, het valt wel mee, maar nee. Ik heb hier een collegeblok in A5. Met de tekst Some Serious Plans. En hier ga ik al mijn notities opschrijven voor college. En wat ook heel chill is, is dat die van die tabbladen heeft. En dat je ze zelf ergens tussen kan stoppen. Vaak heb je toch met collegeblokken dat die tabbladen al ergens tussen zitten. Maar ik vind het wel fijn dat je dan zelf kan bepalen van dit blad komt hier. En dan hebben we nog een boekje in dezelfde stijl. Alleen dit is gewoon een notitieboekje. Het heeft een plastic kaft. Het is wel een slappe kaft, maar wel met plastic eromheen. Dus dat is iets positiefs. Dus ik hoop hierdoor dat die niet beschadigd. Boekjes komen altijd van pas. Ik merk dat ik met school echt overal nergens dingen inschrijf. Dus het is wel handig om een aantal schriftjes te hebben waar gewoon alles in staat. Want anders kan ik het niet terugvinden. Dan heb ik nog een notitieboek. Met marmer. Oké, dit kon ik niet laten. Dit is een notitieboek met 160 pagina's. Gewoon gelineerd. Niks bijzonders aan. Maar wel mooi. Oh jongens, ik heb blijkbaar heel veel papier gehaald.
Oké, maar dit gaat gebruikt worden, sowieso. Een bullet journal. En dit is officieel een bullet journal. Maar ik weet niet of ik het als bullet journal ga gebruiken. Dit schooljaar zal ik de specialisatie of thema semester ondernemerschap gaan volgen. Ik doe trouwens de opleiding Creative Business. Mocht je dat nog niet weten. En we gaan dus een eigen onderneming starten. En ik dacht, misschien is het wel handig om een soort van boekje te hebben. Puur voor brainstorm, voor die gehele onderneming. En een boekje met lijntjes kan op zich wel. Maar als ik iets wil tekenen of zo, is zo'n bullet journal misschien handiger. Vandaar dat ik deze heb gehaald. Nog meer schriftjes. Oké, nu besef ik pas hoeveel schrijfpapier ik heb gekocht. Het zag er allemaal zo leuk uit. En het maakte me blij, oké. Dit is een setje van 3 in een marmer thema. Ik zal hem eventjes uit de verpakking halen. We hebben hier eentje met balance erop. Enjoy the little things. En dit is gewoon een lege. Wel met een marmer print. Is het marmer of is het eerder tie-dye? Ik vind het wel meer marmer lijken. Dan heb ik hier iets heel randoms van de Primark. Maar dit zijn sticky notes. Aardig groot. Maar ik heb afgelopen schooljaar gemerkt dat ik heel vaak even iets snels wil opschrijven. En ik had van die kleine sticky notes. Maar dat vond ik gewoon heel onhandig. Want dan had ik echt 20 van die sticky notes. En dan wist ik niet wat ik nou precies had opgeschreven. Wat ik ermee bedoelde. Want het was zo klein. En als ik bijvoorbeeld online college zal hebben, dan kan ik hier alles opschrijven van dat college. Even snel, weet je, het hoeft niet perfect. Want ik wil juist in mijn boekjes zo netjes mogelijk werken. Maar dit is gewoon meer een klad. Dan heb ik een perforator. Ik had al een marmer obsessie, maar dit is nu nog meer geëxplodeerd. We hebben hier een perforator met een marmerprint. Ik had al een perforator. Deze meid heeft alles al, maar sommige dingen hebben een upgrade nodig. En om in het marmerstijltje te blijven heb ik ook een schaar met een marmerprintje. Dit is niet direct back to school, maar het lag wel bij de back to school afdeling. Het zijn namelijk kaartjes. Het zijn van die thank you notes. Op een paar van die kaartjes staan thank you. En dan hebben we eentje met een andere tekst. En ook nog een andere. Dus dat is heel erg cute. Dan hebben we gummen. Oh, ik heb hartstikke leuke gummen gehaald. Maar ik heb helemaal geen potloden. Besef ik me nu. Of heb ik een potloden in mijn la? Denk het wel. En mocht het zo zijn dat ik geen potloden meer heb, dan moet ik ze even nog halen. Maar ik heb gummetjes gehaald. En natuurlijk een puntenslijper. Dan hebben we een aantal markers. Ik gebruik op dagelijkse basis, als het om schooldagen gaat, markers. Ik vind het fijn om dingen te onderstrepen. Als ik dingen moet onthouden of moet uitlichten. Markers zijn daar mijn beste vrienden voor. Dan heb ik boekenleggers. Deze kan je natuurlijk voor school gebruiken. Volgens mij heb ik aankomend jaar geen boeken. Maar zelf voor je samenvattingen of gewoon voor je leesboeken zijn boekenleggers altijd handig. Ook weer in hetzelfde thema. Ik heb alles, bijna alles van hetzelfde thema gehaald. Dan heb ik dit schrijfblok gehaald, inclusief een pen. En dit is een soort van planner, maar dan ietsjes anders. Er zijn 3 vakken, namelijk met today, tomorrow en to-do list. Ik denk dat dit heel erg handig is als ik dingen wil voorbereiden voor school. Van wat er vandaag gedaan moet worden, wat er morgen gedaan moet worden en wat over het algemeen gedaan moet worden. Ik vond de indeling gewoon heel erg handig. Het komt vaak voor dat ik in de winkel zo'n to-do lijst zie en dat ik denk van ja, het is het net niet. Dan is het wel handig of zijn de vakjes veel te klein of is de indeling voor mij niet praktisch genoeg. Maar dit sprak me heel erg aan en ik denk dat dit voor mij heel erg zinvol gaat zijn. Dus ik ben benieuwd of ik hier veel gebruik van ga maken. Ik vind het ook fijn om verschillende to-do-lijst en planning methodes te proberen. Van wat werkt nou voor mij, wat is overzichtelijk genoeg. Dan hebben we sticky notes. Ik had net mijn hele grote sticky note laten zien. Dat vind ik handig voor notities. Maar dit is handig voor samenvattingen. Als je dingen wilt highlighten. Voor, om tussen boeken te doen is het ook handig. Maar dit komt sowieso van pas. Vaak denk ik, oh, ik heb het niet nodig. En dan
heb ik het niet meer. Maar dan merk ik toch achteraf dat het heel erg handig kan zijn. Ik vond dit bakje ook heel erg leuk eruit zien. Om in het marmeren thema te blijven hebben we ook een niet-machine. Dus dat past er mooi bij. Ik denk dat dit ook wel leuk is om uit te stallen op mijn bureau. Ja, ik heb al helemaal ideeën. Ik heb er nu al zin in om mijn bureau een make-over te geven. Dit was dan mijn schoolspullen shoplog voor het aankomende schooljaar. Ik ben weer helemaal gemotiveerd. Laat me vooral weten of jij nieuwe spulletjes hebt ingeslagen voor het nieuwe schooljaar. En wat voor opleiding je doet of in welk jaar je zit. En laten we met z'n allen knallen dit jaar. Laten we het beste van maken. Goede cijfers halen. Je best doen überhaupt. Jezelf verbeteren. Ja, we kunnen dit. Oké, ik heb er helemaal zin in. Mocht je meer van mij willen zien, dan kun je me natuurlijk volgen op Instagram. En hopelijk zien we elkaar de volgende keer weer.